Nou, je kan niet grote nieuwbouwwijken ergens neerzetten en die vervolgens niet aansluiten op het openbaar vervoer. De provincie wil 100.000 huizen bouwen voor zo'n 200.000 mensen. Maar kan Gelderland dat wel aan? Want hoe meer mensen, hoe meer files. En het openbaar vervoer piept en kraakt al. Het is nodig om die huizen te bouwen, maar of het haalbaar is, dat is zeer de vraag als het niet geïnvesteerd is in bereikbaarheid. Afgelopen week trok de provincie 13 miljoen euro uit om te zorgen dat er geen buslijnen verdwijnen. Maar dat geld is alleen voor komend jaar. Voor geld voor de lange termijn kijkt de provincie naar het Rijk. Want met de landelijke huizencrisis moeten die nieuwe woningen er komen. In de regio Arnhem en Nijmegen 33.000 huizen gaan bijbouwen. In de Stedendriehoek, het Gelderse deel daarvan, 17.200. En bijvoorbeeld ook in de Achterhoek komen er meer dan 8.000 huizen bij. 100.000 huizen. Maar het verkeer in Gelderland staat nu al vast en het openbaar vervoer staat op omvallen. Als er na volgend jaar geen geld bijkomt, verdwijnen er simpelweg bussen. En die bussen die zijn hard nodig om al die extra mensen te kunnen vervoeren. Mensen zitten nu al te wachten op bussen die niet komen. Als er dan ook nog 200.000 mensen bijkomen die van huis naar school of naar werk of naar de supermarkt moeten, dan wordt de chaos alleen maar groter. Bert van Wee van de Technische Universiteit Delft ziet dat anders. Volgens hem kunnen die huizen worden gebouwd, ook als de buslijnen verdwijnen. Nou, je kan niet grote nieuwbouwwijken ergens neerzetten en die vervolgens niet aansluiten op het openbaar vervoer. Dus als je ergens een nieuwbouwwijk van duizenden woningen neerzet, dan zal er een openbaar vervoerlijn komen, meestal een buslijn. Je kan natuurlijk even goed in dunbevolkte gebieden de boel verschralen. Dus het een sluit het ander niet uit. Je ziet nu al dat we tegen de ondergrens van wat toelaatbaar is in het openbaar vervoer aanlopen. Het is echt nodig om de lijnen die er nu zijn in stand te houden en het liefst nog extra lijnen erbij te doen. Dus meer OV, niet minder.